South Point is eigenlijk het eerste werk van Richard Serra wat hij maakte in de publieke ruimte. Het is dus voor het eerst dat hij op deze schaal buiten mocht werken en dat het ook zo'n prominente plek kreeg. Na deze South Point volgden er nog een stuk of 10, 15 over de hele wereld, ook dezelfde constructie, maar dit is gewoon echt de allereerste die hij maakte. This is a vertical tower construction. Since then, I've built vertical tower constructions all over the world. And they went from 40 feet to 80 feet. They went from three-sided to seven-sided. And it really is the beginning of a whole body of work. It's not that I don't do other kinds of work, but this is one aspect of my work that has continued to be an open-ended series. Het is geërodeerd staal en dat staal dat krijgt dus die kleur doordat het die verwering aangaat. Het is een werk wat dus eigenlijk nooit helemaal hetzelfde is, doordat de regen en de zon er voortdurend mee in de weer zijn. Je krijgt daardoor dat hele mooie spel van die kleine fragmentjes. Als je inzoomt op dat werk, kun je hele mooie structuren zien van roestvorming en tegelijkertijd dat robuuste, bijna ongepolijste uiterlijk wat het ook heeft. Er zijn mensen die zeggen dat Serra eigenlijk de belangrijkste beeldhouwer is van de 20e eeuw. Juist omdat hij echt figuratie helemaal los kon laten en tegelijkertijd een hele primaire sensatie aan zijn beschouwer geeft. Het is iemand die ongelooflijk knap met elementen als gewicht, balans, materiaal, eigenlijk die beeldhouwkunsttaal een nieuwe richting heeft gegeven. Roest is altijd mooi. Dat bruine ding wat ik nu zie? Het zit wel een beetje in de trend van grote kleurverschillen met dat trend dat heel wit is. Dat vrij grijs. En dan heet dat oranjige toch wel wat. Ik vind de kleur qua, vind ik niet mooi erbij past. Ik had het iets in het antraciet gehouden of zo. Ik heb hem gemist. Dat heeft natuurlijk zeker 10 jaar of zo niet gestaan. Hij is 1997 weggehaald uit de achtertuin van het Stedelijk. Voor de bouwwerkzaamheden moest hij gewoon weg en komt dus nu voor het allereerst weer terug. But I feel a certain fulfillment and pride that back this is going back up. When a work comes down, you feel quite bad and there's no guarantee that it's going to go back up. This has been a long hiatus in between and I'm very glad it went back up. And I like the placement. Met de bouw is er rekening gehouden over de plek waar hij terug moest komen. Er is toen al met Richard Serra gesproken van, hè, als je dit hele dominante witte luifelgebouw hebt, waar vind jij hem dan het beste passen? En hij heeft toen deze plek uitgekozen. En dat betekent ook dat in dat gedeelte van het fundament extra verzwaring is toegebracht. Want anders zou ik krijgen dat die badkuip langzaam maar zeker gaat doorzakken door zijn pootjes. Ik vraag me af, is dit nou de goede plek ervoor? Het is een mooi ding, maar misschien is het veel, heeft hij te weinig ruimte mee. Nee, dat vind ik dus helemaal niet te krap. Hij staat er keurig. Hij brengt het hele gebouw ook in proportie zo eigenlijk. Er moet hier natuurlijk nog wel wat gebeuren, hè? Dat gekke huisje zou uiteindelijk weg moeten. I like the realities of urban life. And I like the intervention in urban life. I don't like to make art rarefied. I think what museums do is that they pull the pieces out of a living situation and put them in a situation where they're framed by an ideology that says aesthetics. I would just as soon have the piece mediate between what we call normal life and aesthetic life. And the way this piece is placed accomplishes that task. Het is nu echt publiek domein geworden. En dat is iets wat voor het werk van Richard heel erg belangrijk is geworden. Dat het juist buiten het museum plaatsvindt. Dat het de confrontatie aangaat met een publiek wat niet per se kiest om naar kunst te kijken, maar er altijd is en waar mensen letterlijk tegenaan lopen.